Wat een weer. Alweer. Zie je hoor. Zie je? Oké. En. Dat is mevrouw niet leuk. Kippetjes. Met dit weer merk ik wel, hebben echt wat meer stalmateriaal nodig. Ik had met mevrouw vanmorgen gewet hoeveel eitjes ze gelegd hadden. Altijd leuk om te doen. Ze had gezegd 30, ik had gezegd 20. Er lagen 25 eitjes, dus ik heb er eentje aan de honden moeten geven. Dan zijn het er nog 24 en dan had ik de mensen wel gelijk. Hahaha. En met dit weer zie je wel hoe alles echt, ook mijn bijenoase wordt. Het is meer een modderoase. En dan, zeker omdat ik er toch regelmatig met de auto doorheen... Nee. Zeker omdat ik er regelmatig met de auto erheen moest, met het voer van de varkens, dan haal je om. Werkbroek. Oké, goed. Met zo'n vies weer, met de auto erheen rijden, met de varkens, dan varkens, voer, brood halen, focus. Dan rij je alles kapot en wordt gewoon een modderzooi. Zoals je ook ziet, de sporen en alles. En het viel me daarmee ook op dat het stukje wat het waterschap omgevormd heeft. Daar zie je precies dat ik gelijk had, waterschap. Je moet niet in de vorst aan die grond gaan werken, want dan maak je een muur. Er is een muur gekomen waar vroeger de beek liep. Je ziet precies alle gaten van de mol. Die komt aan en onze mol, zijn hoofd zit vol met bult ondertussen. En je ziet overal die hopen precies in een rijtje, overal alles gedempt is. Waar het zo hard verdicht is, waar gewoon geen mol meer doorheen komt. Uiteindelijk komt het wel goed, maar dan zijn we weer zomaar een jaar of 5 of misschien wel 10 verder. Zonde. Ja, dat stuk van het waterschap op zich... Mooi gemaakt, het riviertje, het beekje meandert er heel mooi doorheen. Het heeft vanaf 17 zoveel altijd rechtdoor gelopen, maar vanaf nu meandert hij. Vind ik helemaal mooi, prima. Functies uiteraard, extra waterberging, remming van het water, zorgen dat er extra grondwater komt en alles, top. Ze hebben ook een stuk gemaakt, dat is een waterbassin. Op het moment dat er te veel regenwater komt, dan gaat er een klep ergens op of zoiets. En dan loopt dat, die hele plas loopt vol. En dan hebben we in één keer een meertje voor het huis. Wat ook heel grappig is. Toen het aangelegd werd, werd gezegd dat zie je misschien 1, 2, 3 keer per jaar. Hij is al 2 keer vol geweest. Dus ik denk dat het iets vaker gaat gebeuren. Maar we hebben er geen last van. Het is niet dat het wc-papier daarna achterblijft of zoiets. Ondanks dat het wel rioolwater is. Maar er is zoveel regenwater. Het spoelt zo ver door en alles. Daar hebben we echt tot nu toe... Kan ik er niks verkeerd over zeggen. Wat ik jammer vind, dit stukje, ik zou dit mogen gaan beheren. Er is er iemand van het waterschap naar mij toegekomen. Die heeft mij gevraagd, zou je dat willen beheren? Er zijn toen echt superleuke afspraken gemaakt. Ik was daar op zich ook heel blij mee, moet ik zeggen. Er waren wel wat afspraken bij. Zou ik dat nu zeggen, op zijn Oud-Limburgs werd gezegd van, dan regelen we dat wel zo. Laat mij lekker hypocriet zijn, op het moment dat het mij goed uitkomt, zeg ik, oké, doen we dat. En toen heb ik de hele tijd niks meer van het waterschap gehoord. En toen werd ik in één keer benaderd door het waterschap, door iemand anders die in die functie werkte. En... Het bleek dat afspraken met het waterschap net zo flexibel waren als water zelf. Namelijk alle afspraken waren verdwenen. Oké. Dus dat hield in dat we nieuwe afspraken moesten gaan maken. Ik was daar niet zo heel erg blij mee eigenlijk. Ik denk, man, begint dat weer helemaal opnieuw. Maar de afspraken wat toen kwamen... Ik ga er het filmpje niet eens meer volspreken. Maar het sloeg echt helemaal nergens op. Ik kwam er eigenlijk op neer van ik mocht niks, ik kon niks, ik mocht er niks opzetten, ik mocht er niks neerzetten, ik mocht niks veranderen. Ik mocht alleen maar onderhoud doen op een manier zoals hun het voorstellen, ik mocht alleen maar aanplanten zoals hun het voorstellen. Ik zei waarom zou ik dat doen? En dat was ook nog een manier van onderhoud, die is al zo achterhaald
Distels moeten geplukt worden. Nou, als je veel distels wilt, moet je vooral distels met de hand gaan plukken en dat soort onzin. Dus ik heb tegen de waterschap gezegd van jongens, wat jullie hier vragen slaat nergens op. Desondanks wil ik jullie best wel een stukje adviseren, want ik word door bedrijven in het hele land ingehuurd ondertussen en overheden om advies te geven. Maar goed, dan nemen ze je toch niet serieus of zo. Geen idee. Maakt me niet uit. Voor mij is dat een afgesloten stuk. Het verbaast me vooral dat het waterschap, dat je daar dus afspraken mee maakt. En dat is daar zit mijn frustratie in. Op het moment dat je daarna zegt, die afspraken zijn niet gemaakt, dan zeg je dus met andere woorden, jij zegt dat er afspraken zijn gemaakt die niet gemaakt zijn, dus je bent een liegen. Zo vat ik dat op. Zo zal dat wellicht niet bedoeld zijn, maar zo vat ik dat op. En dat kun je natuurlijk ook wederkerig maken, dat je zegt, jij doet hetzelfde, maar van de andere kant, ze hebben mij benaderd. Het is niet dat ik naartoe ga van, oh, mag ik dat alsjeblieft beheren of zo. Maar goed, afgesloten hoofdstuk. We gaan wel zien wat het gaat worden. Ondanks dat gezegd hebben, op een gegeven moment, het is wel heel mooi hoe ze het allemaal gemaakt hebben hier met de dijken en alles. Dus dat ziet er keurig uit. Dat stukje frustratie ben ik nog wel kwijt. Ja, ik heb eigenlijk weinig te melden. Ik mis de Valkenstrand, nu joh. Geen idee wat ik daarmee ga doen. Heel veel mensen zeggen, oh, ga door met varkens. Ik weet het niet. Het geeft ook heel veel rust om niet twee keer in de week naar de winkel te hoeven om eten te halen voor de beestjes. Vergeet niet, dat voer halen, dat kost me gewoon 2000 kilometer rijden per jaar. Met mijn Toyota Land Cruiser diesel kun je afvragen hoe duurzaam dat is. Kippetjes doen het verder prima. Bijen zijn er heel snel van uitgevallen. Dat ja, hoort er helaas bij dat je veel uitval hebt tegenwoordig. Ik heb bijna nooit anders gewend dan dat. Maar desondanks, ja, ik heb zin in het voorjaar. Zin om te beginnen, zin om mijn bijen te werken. Zin om zaadjes te planten, zin om bloemetjes op te zien komen. Zin om mijn moestuinen te gaan beginnen. Zin. Dus lekker positief, even goed. Ondanks mijn eerdere gezeur. Dat was hij voor vandaag. En groetjes. Doei.